guys, Joep hier, aka de Tuber. Welkom bij de Troll Obby. Ja, jongens en meisjes, vandaag gaan wij een van de allermoeilijkste parcours spelen in Roblox. Ja, ik noem het parcours, maar het is een obby. Alleen ik weet niet of je het als obby of obby moet uitspreken. En ik wil ook niet als een noob overkomen. Maar goed, welkom terug. Smash even een like binnen 5 seconden op deze video. Als je geen normale baas bent, maar een opere baas. En we gaan ervoor. Ik heb er zin in. Het schijnt dus een hele... Ik wou net zeggen, het schijnt dus een hele lastige obby te zijn. Maar ik wou het zeg maar op een sarcastische manier zeggen. Wat? Oh my god. Are you freaking serious? Is het wat ik denk dat het is? Het is inderdaad echt heel erg trolling. Want normaal gesproken mag je zeg maar die rode lijnen niet raken. Maar omdat dit dus gewoon een pure troll is, moet je ze deze keer... Wat? What's happening? Wacht. Hè? Dit is zo weird. Like, het lijkt alsof er iets... Kan ik... Oké, wacht. Als ik gewoon doorloop dan? No way. Wat? No freaking... Dus ze geven je de indruk, zoals gewoonlijk, dat je over de platformen heen moet springen. Maar over de eerste moet je heen lopen. Door het tweede gat val je heen. En waarschijnlijk moet je hier op springen dan, right? Ja, ik heb hem. Oké. Oké, nice, ik heb hem. Oké, ik was heel even bang dat dit helemaal mis zou gaan. Oké, ik zie hier een soort van onafgemaakt stukje waar je kunt lopen. I don't know, maar misschien moeten we er maar gewoon overheen gaan. I guess so. Nee, oké, dat was niet de bedoeling. Dat was iets te obvious. Ik dacht heel even dat het misschien juist wel de bedoeling zou zijn. Maar goed, dat is het dus niet. Ik hoop dat... Oké, nice, het werkt. Ik dacht heel even dat mijn karakter weg was. Wat? Nee! Are you serious right now? Wacht even hoor. Hè? Wat? Dit is zo weird. Oh, deze maakt me gewoon nu al crazy gewoon, hè. I can't handle this. Dit is gewoon... wacht even, ik denk dat het hiermee te maken heeft. Nee, ik snap... Oké, weet je, deze gaan we even skippen. We gaan van het beste uit. Laten we... Dit is zo erg. Ik moet er gewoon nu al eentje skippen, jongens. Doe normaal. Hé! Hey! Oké, wacht, waarschijnlijk als ik nu dood ga, kom ik bij de volgende uit, right? Like... Ik heb betaald, hè, jongens. I paid. Ik heb betaald. Oké, nice. Ik ben bij de volgende. Oké, goed. Oké, ik heb zo'n gevoel, hè, jongens. Ik heb zo'n gevoel dat je erop moet staan. Huh. Wat? Wat? Dit is zo weird, bro. Are you serious? You can't be serious right now. Dus je moet hierin. En dan... Hier ook? Nou, ik snap het niet! Ik snap het niet! Of moet je er wel gewoon onderdoor lopen? Misschien moet je er wel gewoon onderdoor lopen. Nee! Wacht! Moet je ergens overheen springen? Misschien iets wat je niet kunt zien. Oké. Ik ben echt serieus. I can't handle this, hè. Mijn brein can't handle this. Ik word nu al gestoord. Ik ga weer skip stage alvast doen. Dat als ik nu doodga, dat ik in ieder geval wel bij de volgende checkpoint uitkom. Oké, wat ik in ieder geval weet, is dat je hierin kunt springen. Dat gedeelte begrijp ik. Dat is zeg maar het eerste lesje wiskunde waar iedereen nog bij blijft. Dan moet je... Dat was geen trommel. Dat waren mijn brein. Dat waren mijn brein. Dat was mijn brein. Oké, goed. Next one. Oké, laat me even logisch nadenken. Het kan nooit zo zijn dat dit kleine stukje wat we nu moeten afleggen, dat het is zonder dood te gaan. Dus waarschijnlijk gaan we nu al dood. Ga ik hier opspringen? En ga ik het overleven? Of ga ik op dat plateau springen en ga ik dood omdat ik juist over de leegte heen moet lopen? Ik ga het gewoon doen. Ik had het kunnen weten. Job, waarom onthoud je niet dat dit een troll-obby is? Niets is serieus! Oké, let's go. Oké. Luister jongens en meisjes, ik ga serieus mijn pc zo meteen uit het raam gooien. Hè? Want ik wil deze hoe dan ook halen, ook al gaat het me al mijn Robux kosten. Ik weet zeker dat de laatste zo meteen, ik weet zeker dat het bij de laatste zo is dat je wel op het plateau moet landen. Let maar op. Ah nee.
Als je je ooit afvraagt waarom ik een mental breakdown krijg, dan is het door dit soort Roblox games. Go! 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 Ik zei het nog! Ik zei het nog! Die laatste, daar ga je waarschijnlijk wel op moeten landen. Dat is de hele trollings gewoon. Spring. 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 Oké. Okay. Luister, waarom zijn hier 3 checkpoints? Waarom zijn daar... Ik vertrouw dit niet. Ik... Literally, dat is omdat er iets raars gaat gebeuren. Dat kan... Het kan niet zo zijn dat er 3 checkpoints staan. Dat kan niet. En waarom staat hier rechtsonder oneindig? Oké, let's go. We gaan er gewoon vanuit dat dit klopt. Oké. Nee. Oh, wacht. You what? Bro. Bro. What? Luister, skip stage. Literally, skip stage. I can't handle this anymore. Wat gebeurt er? Waar sta ik op? Ik snap het echt niet. Waar de heck sta ik op? Ik zweef. Oké, oké, oké. Deze lijkt mij niet al te lastig. Dit is gewoon een kwestie van spring. Hoe kom ik hieronder? Nee! Bro. Dit is ain't fun. Oké, wacht. Ik weet het niet. Literally, I don't know. Deze map is gewoon een soort van Roblox ziekte gewoon. Dit kan toch niet, jongens? Hier, ik ga gewoon dood wanneer ik probeer mijn checkpoint te pakken. Waarom? Oké, wacht. Oké, ga het op een andere manier proberen. We gaan er gewoon zo, we gaan naar beneden. Oké, dan lopen we gewoon vooruit. Lopen we gewoon rustig vooruit. Oké. Spring. Ja, oké. Luister, ik denk dat je juist door die rode dingen heen moet lopen. Roblox. Roblox, je maakt me gek, ja? Je laat me eerst denken dat alles wat normaal gesproken niet aanraken mag, dat ik dat nu wel moet aanraken. En daarna mag je het in één keer inderdaad niet aanraken. Please, stop. Oké, kom op, kom op, kom op. Oké, nu snap ik hem, nu snap ik hem. Dat was mijn been. Dat was mijn been. Dat was mijn hamburgerbroekbeen. Dat is gewoon... Alsjeblieft, stop, jongens. Rustig. Ik ga skip stage doen, want mijn hoofd kan er wederom niet meer tegen. Come on. Oh, dit is zo erg. Ik wil hem ook gewoon halen. Het boeit me ook gewoon niet hoeveel Robux ik moet... Ik zie daar een kluis. Ik zie daar een kluis. Dat maakt me echt totaal niet blij. Like... Oké. Ik ben ook gewoon letterlijk met mijn middelvinger gewoon heel zachtjes elke keer op de W aan het drukken. Gewoon, ik ben zo bang dat ik in één keer... Snap je wat ik bedoel? Snap je wat ik bedoel? Dit is precies wat ik bedoel. Is het deze kant waar je dus overheen moet? Bro, listen to me. Hoor je me? Roblox, please have mercy on my soul, oké? Oké, hier ongeveer moet ik springen. Ik weet het echt niet meer. Ik ga weer skip stage doen. We gaan net zoveel Robux betalen totdat we deze map hebben gehaald. Oh nee, wacht even. Dit meen je niet. Ik zag het. En mijn hoofd zei tegen mij... Joop, het is een trollmap. Ik weet het. Weet je wat? Zwaarder geschud, jongens. Mijn zeer epische zonnebril voor epische momenten staat op. Op deze manier kan ik nooit meer verliezen en kan er niks meer misgaan. Are you freaking serious right now? Wacht. Dit kan niet, right? 1, 2, 3. 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waarschijnlijk moet je op clear drukken of zo. Hè? Hoe ga ik deze kluis kunnen kraken? Of kluis? Het is geen eens een kluis. Het is gewoon... Het lukt niet. Ik moet even een goede screenshot hebben voor de... Stop! Please! Ik moet gewoon weer skip stage doen, hè, jongens. Hé, luister. Dit is niet leuk voor mij. Oh, nee, wacht even. Oh, misschien moet ik gewoon naar rechts lopen. Misschien moest ik wel gewoon naar rechts lopen en kon ik er gewoon omheen. Waarschijnlijk was het zoiets. Oh my god, jongens. Wat is dit? You serious right now? Ik moest waarschijnlijk gewoon daar klikken. Uh-oh. Ik zit weer vast. Of moest ik zo? Nee, ik...
Zeg maar, dat moment waarbij je jeuk begint te krijgen op plekken waar je normaal gesproken geen jeuk hebt. Dan weet je dat het zeg maar niet helemaal meer lekker loopt. Oké, luister. Ik moet er denk ik op springen. Denk ik. Spring! Nee, Job. Je moest er niet op springen. Oké. Oh my god, bro. Weet je wat? Ik ga er gewoon doorheen rennen. Dat is de enige mogelijkheid. Weet je niet wat je moet doen in je leven? Ren voor je leven. Rennen. Oké, maar even stoppen. Oh! Nee! Mijn hoofd! Hou je koppie er nou eens een keer bij, meloen, man. Hey. Goed, ik snap het niet. I seriously don't know. Oké, luister. Deze gaat zo. Dan is hier een gat. Hier is een gat. Goed kijken, Job. Hier is een gat. En waar ontstaat zo meteen een gat? Hier zo, ongeveer. Denk ik. Hoop ik. I don't know. Right? Ja. En dan hier zo ongeveer. Het is echt een stuk moeilijker dan het eruit ziet. Believe me. Hier. Ik denk echt dat ik gewoon klaar ben met mijn leven, hè, in Roblox. Ik denk gewoon echt dat ik mijn Roblox-account ga verkopen gewoon. Als jullie mijn Roblox-account ooit te koop zien staan, is het wel serieus om deze reden. Oké, laat me het wat uitgezoomder bekijken. Oké, hier zo. Nice. Oké, deze heb ik. Maar waar moet ik nu? Ah, hier zo. Oké, nice. En nu? Oh, maar deze is naar. Deze is echt heel naar. Kijk maar. Ah, nee, man. Kijk, mijn hamburgerbeentjes. Je ziet mijn hamburgerbeentjes daar zo nog staan. Het is gewoon bijna zielig dit, man. Oké, luister. Ja? Ik wist het. Ik wou net zeggen, serieus, het gaat een normale obby zijn. Het gaat een normaal parcours worden. Maar god, nee, tuurlijk niet. Het kan ook gewoon bijna niet anders. Hè? Het is een trollparcours. Are you free? Luister, Roblox. Ik wil best nog wel eens een keer met je gaan daten, Roblox. Dat kan, geloof me. Maar niet op deze manier. Je zult me echt even moeten gaan gunnen. Oké, wacht. Zo. I made it! There are illusion blocks. The actual block you can step on. Wat? Nee! You serious right now? Dit zijn illusieblocks. Deze die zijn dus zogezegd niet echt. Maar dat betekent dus dat er ergens anders blokken zijn die wel echt zijn. En waar we wel op terecht moeten komen. Alleen ik weet niet welke blokken het zijn. Want ik heb namelijk geen zin in de wiskundeles van morgen. En ik weet het niet meer. En ik heb zin om mijn tafel te eten. Hout. Ik hou van hout. Oké, rustig joh. Luister, skip stage. Ik heb geen zin hierin. Ik ga dit niet eens doen. Deze game wordt rijk door mij. Beseffen we ons dat deze game rijk aan het worden is door mij? Ja, hoor je dat? Dat is geen taal. Klopt, inderdaad. Alsjeblieft. Oké, wacht. Deze kan ik nog wel uitvogelen, denk ik. Ik denk dat het elke keer het blokje naast het blokje is wat we zien. Dus dat hij bijvoorbeeld nu hier is. Ja, dat dacht ik al. Ik wil niet meer, jongens. Help mij. Verlos me uit mijn lijden. Oké. Ja, jongens. Ah, wacht. Ik snap het al. Het is natuurlijk om en om. Het is natuurlijk... Eerst is het niet het echte blokje. Dan weer wel. Dan weer niet. Deze game maakt me echt serieus gek. Hè. Ik maak geen grap. Dus eerst is het deze. Dan is het... Skip stage. Ik ga er gewoon eens aan beginnen. Ik ga gewoon niet eens in mezelf nadenken. Waarom lukt het niet? Deze game maakt mij zo gestoord in mijn hoofd. Oh, ik word gewoon al nu al bang door die twee kleuren die ik daar voor me zie. Hè. Ik weet gewoon dat ik daar dood getrold ga worden, oké? Gewoon zo erg dat ik mijn PC wil knuffelen en hem daarna uit het raam wil gooien. Vraag me niet waarom ik hem eerst wil knuffelen. Ik heb soort van nog liefde voor hem. Maar goed. If you jump this, you will be sent to stage 1. Stop! Ik vind het niet meer leuk! Kap ermee! Jongens, moet ik hier wel over... Ah, wat doe ik? Doe het weer! Mijn hoofd kan er niet tegen, omdat ik zit de hele tijd te denken van ja, het is een trollmap. Dus het gaat waarschijnlijk allemaal gewoon... Oh, dat was... Besef, normaal gesproken doe je dat gewoon heel easy, maar nu heb ik er gewoon echt voor gestruggeld. Links. Oké, dan gaan we voor rechts. Geen enkel probleem. We gaan voor rechts. Dat maakt helemaal niets uit. Ik bedoel... Wat?! Hoe bedoel je, je kunt door geen één deur? Oké. Skip stage. Gewoon letterlijk. Ze moeten me vanaf gewoon... Nu moeten ze me geen Dutchtuber noemen, maar Skiptuber. Ik ben officieel Skiptuber. Moet zeker naar de zijkant. Wacht even. Ik denk dat je gewoon elke keer zo eromheen moest springen of zo. Ja, maar... Oké.
So, I'm sorry for trolling you. Here's an apple. Hij zegt, sorry dat ik je heb getrold, ik heb een appel voor je. Ik hou van appels, dankjewel. Ik bedoel, iedereen houdt... Ik sta literally in de brand en ik hang vast in de lucht. Dit is geloof ik de allerergste dood die je kunt meemaken in Roblox. Weet je wat, jongens en meisjes? Ik ga het nog één keer proberen. En dan ben ik er echt klaar mee. Ik moet denk ik gewoon hier... Oh my god. Echt waar? Luister, waarom zie ik hier een leeg platform met twee checkpoints erop? En met nog eentje die daarna opvolgt. Dit geloof ik niet. Dit geloof ik niet. Dit kan niet zo zijn. Oh my god. Oh, het is een dolf, hè. Oh, oh nee. Het is een dolf. Oh nee. Een onzichtbaar. Ik kan al niet overleven in een zichtbaar dolhof. Roblox, wat doe je dan met een onzichtbaar... Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. Rustig. Oké, niks aan de hand. Links, naar boven. Naar onder. Oké, ja. Nice. Ja. Nice. Oh. Oké. Dit is zo raar. Wat voor pilletjes heb ik genomen in dit spel, bro? Oh, ja, ja, ja. Ja. Nee, kom op. Kom op. Ah, nee. Doe even normaal, Roblox. Come on, man. You can't do this. Oh, my god. Ja, dit is echt vreselijk gewoon. Het is gewoon zo erg dat wanneer je hier staat, dat je weet dat je nog maar één blokje naar voren moet... Maar er staat iets voor en ik kan het niet zien wat het is. Oké, wacht. Misschien dat ik gewoon eerst... Misschien moet ik deze checkpoint wel helemaal niet aanraken. En moet ik wel gewoon gelijk naar de volgende gaan. Waarom zou ik überhaupt willen doneren? Je kunt 50 Robux doneren. Waarom? Je hebt mijn leven kapot gemaakt met dit parcours. En dan wil je nog dat ik ga doneren? You crazy, man. You crazy. Jongens, het lukt niet. Lukt... Ik kan er niet meer tegen, jongens. Ik kan er echt niet meer tegen. Ik zit ook gewoon echt vast op dit moment, hè. Oh, dit is echt vreselijk gewoon. Weet je wat? Ik denk dat ik het hierbij ga laten, want anders kan ik nog eeuwen blijven doorgaan. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van het allermoeilijkste, meest trollingsachtige parcours in heel Roblox. Vond je het nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer heel gratis op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En druk vervolgens ook even op dat belletje, want zo krijg je namelijk iedere keer een notificatie wanneer er weer een nieuwe video online staat. Dit was vreselijk. Adios.